Ja, dit weekend start zijn tweede wereldtournee en ook wordt zijn nieuwe album gelanceerd. Ja, je zou denken dat DJ Hardwell wel wat beters te doen heeft dan een signeersessie. Maar de beste DJ van de wereld, Robert van der Corput, maakt graag tijd om in zijn eigen Breda zijn fans te ontmoeten. Bij de Mediamarkt is dat allemaal te doen en daar is ook onze verslaggever Rob van der Broek. Ja, Rob, het zal er wel storm lopen, denk ik zo. Nou, stormlopen, dat valt nu inmiddels wel mee. Zoals je ziet is die storm waar je het over hebt al een beetje gaan liggen. Ze hebben een podium opgezet, inderdaad allemaal dranghek. En die waren vanmiddag ook echt wel nodig, want het was hier razend druk. En dat allemaal voor het eerste artiestenalbum van DJ Hardwell. Hij kwam hier natuurlijk langs om ze inderdaad te signeren. En hij heeft iedereen beloofd die hier is, ik ga pas weg als iedereen een handtekening heeft. Dus je kunt je voorstellen, iedereen die hier is, die wordt hartstikke blij gemaakt. En ik maakte daar straks een impressie aan. Ik was gewoon de eerste aan de beurt en ja, het is heel vet. Je was echt nummer 1? Ja, ook een keer nummer 1. Het is eigenlijk een heel bijzondere ontmoeting geworden, want wat heb je gedaan? Nou, ik heb hem ook een cd gegeven. Ja, van mijn nummers. Wat zei hij daarvan? Nou, hij zei dat hij hem ging luisteren, dus ik hoop ook dat hij dat echt gaat doen en dat ik gewoon feedback krijg van hem. Ik had eerst een handtekening van Danik gevraagd, die kwam ik tegen. Dus vandaar dat ik weer achteraan sta. Ja, voor een handtekening en voor een vriendin van mij ook. Dus ik heb er 2 gekocht, voor haar ook 1. Je hoopt dat je ook 2 handtekeningen krijgt? Ja, dat zou wel leuk zijn, ja. 2 keer uitverkocht, ga je zelf ook? Ja, natuurlijk. Ik heb een kaart. Ja. Gewoon een echte fan doet dat. Je was er ook daarbij als een van de eerste bij? Ja, zeker. Gewoon de dag dat het kon, gelijk open. Ja, het wordt een geweldige show. Natuurlijk 2 keer Ziggo Dome, 2 keer 17.000 mensen. Ik heb ook super veel zin in de vrijdag, want dit is voor de eerste keer dat we ook een show doen voor alle leeftijden. Het album komt morgen uit. Ook dat nog. Dat komt er gewoon nog even bij als soort van extraatje. Ja, dit is echt een van de mooiste weekenden die ik ooit heb meegemaakt. En zeg eens, wat vind je ervan? Heel gaaf. Nou, heb je hem een hand gegeven? Hoe vind je hem? Heel gaaf. Ja.